Op missie samen met een gynaecoloog, dokter Van de Velde. Dokter Van de Velde deed dus gynaecologische operaties en dan gingen we daags nadien. Deden we samen met de lokale geneesheer en de lokale verpleegkundigen de zaaltour. En op een bepaald moment zijn we de zaaltour aan het doen en in de hoek ligt een vrouw in een bed. Die zwaar ziek was, dat zag je zo. Maar die slachtoffer was van een fistel. Waardoor dat die dame uiteraard een sterke geur verspreidde. Een sterke, slechte geur verspreidde. En we vroegen ons dus af wat het probleem was. Dus die dame had een keizersnede gehad. Zo was het. Had een keizersnede gehad. En er was een infectie opgetreden, wat trouwens in Afrika eigenlijk vrij frequent voorkomt. En ja, we vroegen ons dan af, of we vroegen aan de lokale mensen van, en wat wordt er gedaan qua behandeling? Ja, we zouden eigenlijk antibiotica moeten geven, gentamicine, maar die mevrouw kan dat niet betalen. Dus ben ik samen met iemand van het ziekenhuis naar een apotheek gereden in het stadje, die daar veel aanwezig zijn en we hebben een dosis gentamicine gekocht voor 2 weken, behandeling van 2 weken, wat mij een paar dollar heeft gekost. En de week nadien was die vrouw quasi volledig hersteld. We hebben altijd wel bepaalde antibiotica mee, maar gentamicine is wel iets specifiek. Dus we kunnen niet alle soorten antibiotica meenemen. We nemen dus de meest frequente en ook de meest werkzame antibiotica mee, of kopen we lokaal aan natuurlijk. Maar ja, in dit geval zat dit niet in onze voorraad. Ja.